Vandaag een leuke nieuwe challenge voor jullie en natuurlijk ook voor mij, want ik ga hem spelen en jullie gaan hem hopelijk kijken. Ja, we hebben namelijk een duo showdown map met hyperchargers. Dit is een map, op het moment dat je een kist opent krijg je niet zeg maar een krachtpunt, maar een hypercharge met super meteen. Dus dat is wel heel erg lachen. En ik dacht, weet je wat? Ik ga een rad maken met alle knokkers die op dit moment een hypercharge hebben. Ik kan er alvast aan gaan spinnen. En welke knokken ga ik dan krijgen? Zijn er echt al zoveel ondertussen. Ik krijg Buzz. Dus Buzz is de eerste knokker waarmee ik moet gaan spelen. En alle hyperchargers zien jullie dus hier ook. Maar ik moet aan het hypercharge rad spinnen. Op het moment dat ik die knokker krijg, moet ik daarmee gaan spelen. En als het me lukt om te winnen met die knokker, mag ik 2 megadozen openen. Dus we mogen dan gewoon elke keer een potje spelen met een nieuwe hypercharge. En dan vervolgens mag ik 2 megadozen openen hier in de store. Zo'n dagelijkse cadeau mag ik kopen van 79 edelstenen. Dus bij elk potje die we winnen, mag dat gewoon. Dus ik ben heel benieuwd of we een aantal potjes kunnen winnen. Ik kan meerdere potjes doen, dus we gaan het gewoon zien. We gaan in ieder geval net zo lang door totdat ik sowieso 1 mega of 2 megadozen mag openen. Want het zijn 2 megadozen in 1 aanbieding. Maar dat gaan we sowieso doen. Maar voordat we beginnen, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes heel nice zijn. Abonneer, blijf je op de hoogte van mijn video's. En gebruik natuurlijk die code BOUS in de shop als je dat nog niet doet. Maar ik moet Buzz eventjes gaan opzoeken. Oh, die stond hier zo al. Dan gaan we daar natuurlijk mee spelen. Buzz super wordt volle meteen geladen. En deze, want het gebied is best wel klein. Ik heb trouwens echt helemaal niks aan deze speed gear hier zo. Dus ik doe wel extra damage. Dat is wat handiger. Dan gaan we eens kijken of we zeg maar iedereen kunnen slopen met Buzz. En het zou gewoon mooi zijn als we in het eerste potje ook meteen een win kunnen halen. Maar Buzz is niet de beste knokker hier zo met een hypercharge. Mijn teammate Crow daarentegen heeft een betere. Bibi is ook echt goed, want die kogels gaan natuurlijk alle kanten op dan. Dus dat werkt ook wel mee. Ik wil ook een hypercharge. Ja, dankjewel. En dan gaan we nu deze jump maken. Dan zet ik zo meteen mijn hypercharge in. En dan gaan we meteen alle kanten op. En ik ben nu wel dood. Ja. Oh, check die schoten van Bibi, jongen. Oké, nou, Buzz is dus niet de meest geschikte knokker hier zo. Ja, je moet wel net mazzel hebben met welke knokker je krijgt. Maar er zijn heel veel hypercharges. Dus misschien dat we nu een betere krijgen. Jean is echt totaal niet goed. Nee, die heeft natuurlijk wel 3 armen waarmee je tegenstanders kan pakken. Maar... Ah ja, dat is in deze map niet zo handig. Want veel knokkers zijn sterk van dichtbij. En dan is het niet handig om ze als Jean te pakken. Maar ja, we zien het wel. Ik heb wel een Bibi als teammate. En dat is wel lekker. Want die heeft wel een goede hypercharge. Want die kogels gaan echt alle kanten op dan. Dus dat is wel lekker. Ik zal even die hypercharge pakken. En dan gaan we die kant op. Kom op, Bibi. We gaan iedereen slopen. Doei. Ik kan even mijn hypercharge ook inzetten. En ik ben al dood. Oh, ik hoop dat ik zo meteen Crow kan spinnen. Crow, Bibi, dat zijn een beetje de knokkers die ik wil hebben. Of ik moet de andere tactiek doen. Dat zou eventueel ook kunnen. Wie krijgen we nu? Weer Jean. Ik ga niet 2 keer dezelfde knokker achter elkaar. We willen wel een nieuwe knokker hebben. Dus wie krijgen we dan nu? Pearl. Kan op zich wel, want Pearl heeft wel een lekkere super. Dus dat is wel lekker. Dus ja, het kan misschien wel werken. We gaan het gewoon proberen. En wat eventueel ook natuurlijk kan, is dat ik iets langer aan de zijkant blijf. En dat ik die jump naar het midden iets later neem. Ja, dan kan je misschien wat minder krachtpunten krijgen. Maar dan heb je misschien wel meer kans om uiteindelijk in een top 2 plekje te komen, wou ik zeggen. Maar ik moet natuurlijk eerste worden. Dus ja, ja, misschien is het wel handig om dan meteen naar het midden te gaan. Oh, hup. Waarom open ik die niet? Kom, we gaan de jump nemen. Ik zal mijn hypercharge aanzetten en dan meteen mijn super erbij. En dan heb ik nu al best wel wat damage gedaan. Oh, die Gil is echt niet normaal overpowered. Oh, Gil is ook wel goed met zijn super. Nou, we waren nu in ieder geval tweede geworden. Dus in dat opzicht is het dan wel een vooruitgang. Maar dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik moet een keertje eerste worden. Welke knokken krijgen we nu? Shelly? Ja, Shelly is op zich ook wel nice. Dat is natuurlijk gewoon een sterke knokker voor dichtbij. Dat is altijd handig meegenomen. Deze gadget is prima. En dat we ze vertragen is ook prima. Deze speed heb ik ook niks aan hier zo. Dus ik doe wel eventjes dat we ook extra damage doen. Oké, die hypercharge van Shelly is natuurlijk wel nice. Dus ik ben benieuwd of het nu dan gaat lukken om een potje te winnen. Zou mooi zijn. En wat voor tegenstanders of wat voor teammate heb ik? Ik heb een Feng als teammate. Op zich kan dat wel werken. Ja, ik heb zo'n idee dat dit potje misschien wel kan lukken. We zijn nu gewoon een sterk team voor dichtbij. Dus ik heb er vertrouwen in. Kom op, Feng. We nemen de jump. En dan gaan we gewoon meteen iedereen slopen hier zo. Hier. Boom, 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 boom
Oké, dit is echt compleet te gaan. Ik zal even mijn hypercharge weer aanzetten. En mijn gadget erbij. En dan hopen dat ik hem kan hebben. En gaat dat lukken? Oh, dit gaat gewoon goed. Dit gaat gewoon goed. Hatsie! Lekker man. Oké, er is nog één team over. Maar die gaat zo meteen hier naartoe. Beter laat je die energy drankjes even liggen. Die pakken we dan op het moment dat ze hier naartoe komen. Ja, dat is beter. En die Crow die hebben we nu al. En die Miko hebben we nu ook. Lekker man. Nice, ik mag 2 megadozen openen. Oh, dit potje ging me echt heel erg ziek met Shelly. Dan dus, wat was dit een potje. Uiteindelijk allemaal goed gekomen. En dat betekent dat we 2 megadozen mogen openen. Dus dat is wel lekker. Alles neemt goed op. Altijd even checken voordat je dingen gaat kopen. Ik heb bijna nooit dat ik het vergeet. Maar ik heb vroeger wel eens gehad dat ik er achteraf achter kwam dat ik niet goed had opgenomen. Of dat ik vergeten was aanknopje aan te doen. En dan heb je niks opgenomen. Dat zou heel shit zijn ook als je allemaal aankopen gaat doen. Maar 6 resterende items. Dus dat is wel lekker. Krachtpunten. We krijgen wat coins. En we krijgen een knipperende item. Dus dan denk ik dat we nu een skin krijgen. We krijgen die Rico Chat skin. Ja, rode Rico Chat. Ja, prima. Het is niet zo mooi als die Hypercharge skin van Rico, maar ik ben er blij mee. Nog een spelerspictogram van Colt en nog een reactie van die Rico chat skin die we hadden gekregen. Maar prima, eerste megadoos. En we hebben nu 7 resterende items. Dan verwacht ik eigenlijk nog een skin. Ja, ik knip het ook. En wat krijgen we? We krijgen die Shelly skin. Sheriff Shelly. Dat is ook mooi, dus dan hebben we die skin er ook bij. Nog een spelerspictogram en dan nog een reactie voor die Chef Shelly skin. Op zich wel nice, dan hebben we toch even 2 skins erbij gekregen. Maar we gaan nog een keer aan dit rad draaien. Want ik wil natuurlijk nog een potje winnen en eens kijken of we nog 2 megadozen kunnen openen. Barley! No way! Als er 1 knogger niet geschikt hier is, dan is het Barley wel. Nou ja, we gaan het gewoon zien. We gaan gewoon lekker spelen. Eventueel met die gadget kan je er natuurlijk wel voor zorgen dat je wat meer levens krijgt. Ja, dat zou misschien nog kunnen helpen. En ik kan mijn teammate natuurlijk daarmee ook wel helpen. Dus ik zal gewoon dat ik zo meteen mijn gadget ga inzetten als we naar het midden gaan. En met een beetje mazzel gaan we dan winnen. Trouwens, we hebben een Angelo als teammate. En dat is sowieso wel lekker. Ja, want dat zorgt er natuurlijk voor dat die gewoon lekker over het water kan blijven lopen. Ik zal even hier langs gaan en dan ga ik gewoon lekker mijn super hier neerzetten. Zal ik eens kijken of wat er terecht van gaat komen. En oké, nou, we hebben in ieder geval wat damage gedaan. Ja, en Angelo die blijft hier mooi aan de zijkant. Het is echt 1 complete gekhuis daar zo. En Angelo gaat alsnog dood. Hoe kan je daar doodgaan als Angelo zijnde? Dat was wel vrij slecht. Nou oké, Barley niet gelukt. Ik had ook niet verwacht dat we zouden winnen met Barley, maar hey... Is niet anders. Wie krijgen we nu? En Rosa. Oh, nog net naar Rosa. Maar Rosa is wel OP. Ja, dat is zeker overpowered. Want die is gewoon hartstikke goed op het moment dat je natuurlijk... Ik doe wel even deze, dat we super hebben. Oh, en extra damage doen we ook. Maar Rosa is natuurlijk hartstikke goed met super. En als je die hypercharge krijgt in het begin, krijg je ook meteen je super erbij. Dus dat is wel lekker. Ja, dat is zeker lekker. En we hebben een Buzz als teammate. Daar ben ik dan iets minder tevreden mee. Maar ik heb zo'n idee dat dit misschien wel moet gaan lukken. Rosa is denk ik wel een van de beste knoggers die je hier ook kan krijgen. Dus we gaan het gewoon zien. Ik zal mijn hypercharge zo meteen even aanzetten. En dan mijn super erbij. En dan eens kijken wat er terecht van gaat komen. Oké, mijn hypercharge. Dit was echt chaos. Oké, alsnog niet gehaald. Ja, die kogels van Bibi, die killen je zo snel, jongen. Ook al heb je je super als Rosa. En krijg je weinig damage tegen als je genoeg van die kogels om je oren krijgt. Gaat alsnog niet lukken. Dynamike! No! Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik mag dit potje nog met Dynamike spelen. Hierna nog 1 andere knokker. En dan is het afgelopen. Dan heb ik zeg maar echt wel vet veel potjes gedaan. Dus dan moet ik het hebben, nog een win hebben gehad. En anders heb ik pech gehad. Maar dan ben ik benieuwd. Oh, ik heb als teammate een Gil. Dat is op zich ook wel lekker. Weet je wat? Ik ga als Dynamike zijn nu eventjes afwachten. Ik ga niet meteen naar het midden. Ik laat mijn teammate even naar het midden gaan. En ik wacht nog heel even af. En dan zo meteen hoop ik dat mijn teammate overleeft. Dat doet hij niet. Dan gaan we zo meteen met z'n 2 naar het midden. En met een beetje mazzel kunnen we het dan halen. Oké, nou weet je wat? Ik ga het gewoon nu doen. En dan even kijken of ik het nu misschien kan halen. En dat zou mooi zijn. En... Oh! Ja! Oh lol! Hij bleef daar gewoon stilstaan. We hebben het gehaald! We kunnen nog 2 megadozen openen. En ik, zoals ik net al zei, mag zo meteen nog een potje doen. Dus we hebben zo meteen nog kans op 2 extra megadozen. Maar deze dag 3 mag gekocht worden. Dus dan gaan we deze megadozen ook nog even openen.
4 resterende items. Geen knipperende. Dus dat is jammer. Dan hebben we alleen wat edelstenen, coins, krachtpunten. Gewoon een beetje de basics. Volgende. Oeh, wel veel bling. Dat is wel lekker meegenomen. Maar, oeh, 500 credits. Dat betekent dat we anders een knokker hadden gekregen. Maar ja, ik heb alles al boven de count. Dus dat is jammer. Maar dan gaat hij natuurlijk naar mijn zonneroom. Dat we ooit een keer een room level omhoog kunnen. Gaat nog wel even duren, maar hey, we zijn onderweg. Maar op zich wel nice dat we die 500 credits nog even hebben gekregen. Nog één laatste game. En daar sluiten we deze video mee af. En dan mag ik spelen met Lou. Op zich, die hypercharge in combinatie met de super van Lou is wel echt overpowered. Dus dat is op zich wel lekker. Loe, die staat hier zo. Dan gaan we daarmee spelen. Zal even deze damage gear, dat is wel lekker. Dan gaan we gewoon even kijken of we met Lou ook een potje kunnen winnen. Laatste kans op nog een overwinning en op nog 2 extra megadozen erbij. Dat zou wel nice zijn als dat gaat lukken. We hebben een Crow als teammate en in principe is dat dikke prima, want Crow is gewoon een sterke knokker. Dus ik ben benieuwd of we dit potje dan kunnen winnen tot slot. Even zorgen dat ik iets meer ammo heb. Want ik kan nu wel naar het midden gaan, maar ik heb bijna geen ammo. Dus ik wacht heel even af. En dan gaan we nu die kant op. Moet ik even... Oh, dommes. Oh, dommes. Oh. Dit ziet er niet heel goed uit. Ik kan even mijn gadget aanzetten. En even kijken of we hier nog kills kunnen maken. En oh, dit was echt complete chaos. Oké, nee. Dit was een beetje slecht. Oké, nou ja. We kunnen natuurlijk niet elk potje winnen. En dat hebben jullie ook gezien. We hebben heel veel potjes verloren. Maar ook 2 gewonnen. Dus dat is mooi. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog 1 ding te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken we uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doen hè!